Ja, het eerste deel van het debat over de regeringsverklaring zit erop. Rutte begon met welke plannen hij allemaal heeft. En tot mijn verbazing kwam hij ineens met een soort van moreel kompas. Hij wil woningen gaan bouwen in plaats van de afgelopen 10 jaar afbreken. Hij wil voor de komende jaren ook racisme en discriminatie aanpakken. Hartstikke goed, maar voor de uitvoering moet je altijd scherp zijn. Dus daar zullen we hem ook echt aan houden. Ja, en toen kwam Wilders. Zoals die eigenlijk al een kwart eeuw hier tekeer gaat. Zoals die 8484 dagen afgeeft op moslims. Zoals die haat zaait met mensen, bij mensen met een dubbele paspoort. Hij doet dat consequent. En het is natuurlijk ook een beetje de definitie van waanzin. Elke dag weer hetzelfde vertellen en hopen dat er een andere uitkomst is. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Het is goed dat de Kamer daar stevig tegen tekeer gaat. Waar het eigenlijk over zou moeten gaan, dat zijn natuurlijk de thema's die voor jou belangrijk zijn. Is er straks nog überhaupt een woning, laat staan een betaalbare? Wat doet de regering met die studieschuld die heel veel jongeren heel veel stress bezorgt? Is er straks nog een leven na de coronacrisis en hoe ziet die eruit? Kortom, allemaal verhalen die van belang zijn, omdat we ook na moeten denken over pensioen voor onze ouderen. Dat gaat over de studieschuld die heel veel jongeren in de weg zit, die ze kapot maakt, die ze stress veroorzaakt. Dat gaat over, zijn er straks nog woningen? Betaalbare het liefst. En natuurlijk ook, hoe is het leven in die coronacrisis? Hoe zijn de mensen daaruit gekomen? Hoe gaan we die eenzaamheid bestrijden en de zorg inhalen? Dat allemaal hoop ik voor het tweede deel van het debat.